My name is Melissa, and I'm here until July 8th with Poker Inside. And I'm here with our hosts, Peter and Rolf. Bedankt Melissa, welkom hier vanuit de Holland Poker Suite. Daar zitten we weer. Dit keer is dag 1B geweest en dus niet rennend vanuit de speelzaal. Niet met het zweet nog op de rug, want onze gasten vandaag hebben helemaal niet gepokerd. Dat wil zeggen, ze hebben niet gepokerd bij de World Series, want jullie hebben, als het goed is, een beetje zitten te bieren in van die kleine kuttoernootjes. Is dat correct? Welkom trouwens aan de rechterzijde van Boei, linkerzijde Rob Wollink. Hartelijk welkom. We hebben vandaag een beetje zitten te klooien in de kleine toernooitjes. Ik heb golfballen geslagen. Golfballen geslagen. En jij? Ja, ik heb toernooitjes gespeeld. Ja, in de Venetian toch? Ja. Venetian, jij bent Lacho. En dat je hier kunt zijn, zegt hij nog. Of niet? Ja. Of is dat te kort samen? Het is wel klaar, nee, grapje. Oké. Nee, ik lach eruit, ja. Oké, bevalt je wel het Venetian? Het is de tweede keer dat ik dit jaar speel, ja. Venetian Deep Stack. En ja, de eerste keer was ladies, dus beviel me wel. Ja. En ja, vandaag de eerste keer de normaal Deep Stack. En ja, ik vind de structuur daar wel leuk om te spelen. En ja, de mensen ook. Oké, okay, ja, je hoort heel veel over de laatste tijd. Dus ik ben wel eens benieuwd. Misschien dat we nog gaan kijken op Poker City Stack nog. Ik weet wel zeker dat we gaan kijken. Allemaal mooi als introductie, maar jullie kennen dit programma. We zijn staalhard en we gaan dus beginnen met het voorleggen. Dilemma's. Rob, in Poker Inside of met de Poker City Crew lekker golven? Met de Poker City Crew lekker golven. Bij deze die is wel heel moeilijk hoor. Bij deze kapot. onbetaald in Poker Inside of een betaalde advertentie in de trekpleister? Ja, onbetaald in een Poker Inside. Oh, zo hoort dat. Rob, goed spelen en geen resultaat? Of het eigenlijk best wel vaak fout doen, maar wel winnen? Best wel vaak fout doen, maar wel winnen. Juan, vaak cashen of liever wat minder vaak cashen met grote kans op een diepe finish? Minder vaak cashen en grote kans op een diepe finish. Rob, altijd... Dat is wel een leuke vraag voor jou geweest, deze. Ik heb het zelf geschreven. Rolf, vaak cashen? Of liever wat minder vaak cashen en groot met kans op een diepe finish? Vaak cashen natuurlijk. Daar kun je echt de grote spelers aan. Rob, altijd de belangen van de sponsor behartigen? Of, als het me niet zint, zeg ik het gewoon. Sponsor of niet? Ja, lijkt me duidelijk. Als het me niet zint, dan zeg ik het wel. Oké. One. Altijd de belangen van de sponsor waardigen, of als ik het niet vind, zeg ik het gewoon, sponsor of niet? Wel altijd de belangen van de sponsor waardigen. Oké. Mevrouw Boei. Ja. De vorige uitzending van jou, samen met ene Ancilla Tilia, is om redenen die ons volstrekt onbekend zijn, is dat nog steeds de best bekeken Poker Inside uitzending ooit. Geen idee waarom. Weten wij niet. Toen ik je een week na die uitzending vroeg wat je er eigenlijk van vond, toen zei je, ja, ik kijk mezelf nooit terug. Het is nu toch wel iets van anderhalf jaar later. Heb je het intussen gedaan? Nee, ik heb het zelf nog steeds niet teruggekeken. Ik heb wel andere mensen laten bekijken en gevraagd wat ze van vonden. Maar ik kijk niet graag mezelf terug. Okay. Bewegende beelden. Oké, niet graag. Dus de foto's die we maken wel? Ja, moet wel. Oké, dus wat je ervan vond, daar kan je zelf geen oordeel over vellen. Nee. Oké, in die uitzending gaf je aan, hadden we het over veel dingen. En onder andere over je studie, econometrie. Ja. Is die al klaar? Nee, het heeft er afgelopen tijd wel op een laag pitje gezeten. En ik heb heel veel gepokerd en ook online gespeeld. En nogal wat uren gedraaid, waardoor dan nog meer studievertraging is gekomen. Maar ik ben wel van plan dan vanaf september weer hard tegenaan te gaan. En ik wil wel zo snel mogelijk gaan afronden. Ja, en stel dat je dat inderdaad zou gaan afronden. Stel, uitgaande van het optimale scenario, je gaat je er helemaal op focussen en alles gaat goed. Binnen welke tijdspanne zou het dan klaar zijn? Twee jaar toch? Ja.
Dus, en dat zou uitgaan van het positieve scenario. Ja. Oké. Okay. Betekent dat dan ook dat we dan minder gaan zien in de Holland Casino toernooien die we altijd maken worden als Poker City? Nou, ik denk dat ik dan, ja, sowieso ben ik laatst minder vaak in Holland Casino Amsterdam te vinden voor de wekelijkse toernooien. Maar ik speel nog wel steeds de series toernooien en ook wel de Unibet Open bijvoorbeeld. Oké, okay, gelukkig, ja. Want het scheelt nogal op zoekers als je niet speelt. Commerciële site, hè, zie je. In die uitzending vroeg ik eigenlijk aan je van, hoe tevreden ben je? Omdat je in die tijd de kleine Holland Casino toernooitjes wel eens redelijk deed. Maar bij de grotere toernooien had je het vaak nog wel wat moeilijk. Ja. Nu is het, denk ik, anderhalf jaar later of zo. En nu zit je toch ook bij de wat grotere toernooien. Ja. En nou ja, het is een beetje wisselend, maar volgens mij doe je het niet zo heel erg slecht. Hoe tevreden ben je zelf? Ja, ik ben wel tevreden dat ik wel vooruitgang heb gemaakt vergeleken met vorig jaar bijvoorbeeld. Ja, maar ik bedoel, het valt altijd wel wat te leren. En iedere keer wanneer ik dan discussiabele handen heb, dan ga ik met in mijn ogen goede spelers dan overleggen en wat ik beter had kunnen doen. En ik bedoel, het is altijd over, valt over te praten en je kan altijd van leren van andere spelers. Mm-hmm. En ja, ik blijf. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens wat adviezen gegeven, maar die. Er was een soort. Ik heb Rob wel ooit een e-mail gestuurd om tenminste een Facebook-bericht om te vragen om een hand. Ja, waarvan ik niet zeker wist wat ik daar of daar beste beslissing had gemaakt. Ja, toen waren we het niet eens, hè? Sinds die vraag. Ik ben met je. Kan je die hand nog herinneren? Ik dacht, ik had Team Linder en ik schoof Under the Gun met 19 suited. Under the Gun? Ja. In een 10-handed game of 9-handed? Een 10-handed. En dat was een side event in het buitenland. En ja, ik twijfel over die hand. En volgens Rob had ik beter niet kunnen schuiven, omdat er wel nogal een aantal spelers achter mij zaten. Mm-hmm. En de kans dat ik gecalled werd en was er, als je alles zou berekenen, was dat een verliesgevende push. Mm-hmm. En als ik 8 blinden zou hebben, zou het wel een push zijn geweest. Oké, okay, Rob, natuurlijk veel mensen thuis die zullen het misschien niet weten, maar ik hoop de meerderheid wel, die in Nederland een van de autoriteiten is op het gebied van push fold. Correct? Nou ja, zeker. Nee, misschien is toch zo? Ik weet het niet. De lijstjes zijn legendarisch. Ja, dat kan ik je wel verklappen. Ja, nou, ze zijn legendarisch, maar... Voor mijn gevoel, lijkt me aan de lichte kant. Wat denk jij? Het hangt ook. Ik denk dat je het hangt van de fase van het toernooi af natuurlijk. Waar je naartoe gaat, zit je vlak voor het geld of niet? Mijn idee is vooral dat als je één rondje wacht, zit je op 7,5. Ja. Heb je nog behoorlijk fold equity. Ja. En dat vind ik eigenlijk meer de juiste steek waarbij ik moet doen. En ik heb dus iets van. Een rondje wachten is waarschijnlijk beter. Ja, want dan pak je een stuk of 8-9 handjes extra om een echte hand te vinden. Toch? Of om een meer winstgevende push te vinden. Je hebt heel vaak een goede kans dat je op de button of de cut-off of de hijack een goede pushcard vindt. En dan heb je nog 8 big blinds. Ja. Ja. Dus ja, ik zou het niet. Maar heel goed eigenlijk waar we het net over hadden. Dat jij vroeg aan Rob van, hey, is het goed geweest? Kon ik het beter doen? Want dat was eigenlijk mijn vraag aan jou. Wat vind je dat je zelf erg goed doet? Wat vind je jouw kracht in het spel? Ik denk vooral mijn tight imago, denk ik. Ja, als je als vrouw zijn aan een tafel komt zitten en je gaat voor 2 rondjes folden, dan heb je je imago al. Oké, daar ben ik mee eens. En je ziet als de opperniet van het Nederlands pokergilde, ben ik natuurlijk, weet ik wat het image voor je kan doen. Maar dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Want je zegt, mijn image is mijn misschien wel mijn beste punt. Ja. Maar op welke manier gebruik je het image dan? Naar mate bijvoorbeeld er toernooien voordat ze beginnen blinden hoog te worden. En het is best wel belangrijk om de blinden op te pakken. En dan denk je dat als jij schuift, dat er meer gevoeld wordt dan als andere spelers schuift? Ja, inderdaad. En ik hoef niet eens te schuiven dan. Je kan gewoon nog openen en dat mensen dan daar gewoon makkelijker folden tegen je. Oké, klinkt redelijk. Wat vind je dat het nog beter kan? Wat zijn jouw zwakste punten? Ik denk dat, ik heb nog niet zoveel toernooiervaring in een diepere fase. En ik denk iedere keer dan komen wel een situatie van ik dan ga twijfelen. En ik denk dat het naarmate ervaring opdoen, dat ik dan daar beter in kan worden. Want het zijn best wel belangrijke beslissingen, vooral bijna het geld, bubbelmomenten. En
dat kan ik wel nog lastige situaties voorkomen. Okay. Tot zover het eerste gedeelte van hier. We hebben het erover gehad. Jij zei van Rolf, niet te hard erop. Valt mee, hè? Okay. Ja, valt mee. Valt mee, toch? Ja, alleen we zijn nog lang niet klaar. Nee, we bewaren de uitsmijter voor deel 2 en deel 3. Nu gaan we even kijken hoe het is vergaan met andere Holland Poker troeven. Bijvoorbeeld, geef maar een voorbeeld, Joey Singles bijvoorbeeld, of een Rutger de Boer. Ze zaten bij elkaar aan tafel, hoorde ik, of? Zo is het maar. Eens kijken hoe het ging. Dag 1B van het main event zit erop. En ik zit hier in de Holland Poker Suite. Op de bank met twee kanonnen van Holland Poker. Aan de rechterzijde Joey Singles. En aan de linkerzijde Rutger de Boer. We gaan beginnen met de kleinste stek. Hey, niet zo hoor. Hey, hoe ging het vandaag? Dramatisch. Ja. Heb je ook dramatisch gespeeld of had je gewoon ook een beetje pech? Ik heb, ik heb op zich niet echt pech gehad. Ik heb gewoon geen handen gehad. Ja. Af en toe heb ik een paardje gehad om te kijken. Toen zet je een 5-way pot met een 4 overcards op je paardje. Dat je wel lekker kan checkvolgen. Dus lekker een goed week thuis. Ik wil dan 25. En de laatste 5 uurtjes wel geteld. 2 handen gespeeld ongeveer. Dus dat is ongeveer mijn dag geweest. Dat was top. Ja, en één keer dat je schoof, ben je ook nog gecallt. En toen Ik speelde 12.000. Dat was wel een droevig kinderstekkie, maar links zat er eentje met 5. Ja, dus je dacht die skip koning 3, die vol bijna alles, pak in ieder geval de blinde en de entries, maar H5 ging je niet volgen. Dan ging die wel H'sje volgen, dus toen was ik nog weer 5k kwijt. En toen een beetje zelf nog gecoverd door je opponent aan de linkerzijde. Ja, dat is helemaal kut. Toen was ik opeens de allershortste. Ja. Maar goed, begonnen met 30k, geëindigd met 5. Het is bij jou wat anders. Gelukkig wel, ja. Want je hebt de dag keurig swingy doorgebracht, zo wiep. Ja. En uiteindelijk ben je op het einde van de dag ben je in de upswing omhoog gegaan. Ja, goed einde. Ja. En je bent het ene handje waarop je die veel besproken volt. Ja. Die 7's hebben we het al over gehad. Ja. Middenset weggelegd. Ja. En deze keer ooit. Naar jou zeggen, is het echt, had je echt die 3-7's en je bent er bijna 100% overtuigd dat je dit onder de FDA zat. Ja. Maar eind van de dag heb je gewoon allemaal goed gekaart. Gewoon goed. Goed opgebouwd, toch? Ja, alle plus gingen goed en als ik wel je wilde weer gekomen. Dus, ja, want je pakt het voordeel eruit dat je bij een paar oude mannetjes toch zat. Ja. Of in ieder geval mensen die niet de durf hadden om bijvoorbeeld drie barrels te komen, toch? Nee. Dat je één keer bluffen, één keer betten, dan konden ze misschien nog twee keer dan al wat binnen. Maar de derde keer ging het echt wel niet, toch? Ja, dus een paar keer gedaan. En moet ik zeggen, dan ook wel eens in mijn hart even kill, maar vertel van de mooiste bluff, want dat houden mensen bij poker. De mooiste bluff, ik had er echt 4, 5 of 7, 8 mooi. Hij kan kiezen. Die 4, 5 is een value bet, toch? Ja, nee, dat is een value bet. Dat is 7, 8 mooi. Je was wel slecht, maar je was wel mooi. In een bluff plus 1 maakt 900, in een 200-400 level. Yeah. Ik krijg 7, 8 ruiten in de small blind. Ik haal de klok is 2, 3, 5, 2 schoppen, 3 schoppen. 2 schoppers. Ja. Ik bet 1600. Hij kalt. Je dong bent. Ja. Hij kalt de turn is een harte boer. Ja. Dus ik heb de 2 hartes, 2 schoppers. Ja. Ik bet 3200. Ja. Hij kalt weer. En de turn is een river, schoppen 9. En ik maak 6600. En hij gaat een beetje praten en hij zegt, ik had niet verwacht dat je op die schoppen 9 gaat doorwerpen. Toen zei ik zeg, ja, de nuts is de nuts. En toen volde hij. Dat is mijn uitspraak. Ja. En toen zei ik, zeg, ja, kies maar eentje uit. En toen koos hij de ruit 7 en ik zeg, je pikt de hiker. Heren, ik wens jullie allemaal heel veel succes volgende keer met voor dag 2. Succes met het verdedigen van je kleine stekkie. Je weet het, ik geloof dat dit terugkomen, niks aan de hand. 5.000 of 6.000 over. Kan allemaal prima. Jij ja, succes met het verder vergroten van die grote stekkers. En volgende keer zitten er weer 1 of 2 andere mensen hier op de bank. Rob Hollink, super dat je hier bent. Je hebt, neem ik aan, tenminste niet de allerbeste weken
uit je carrière achter de rug. Immers eerste problemen met de sponsor Full Tilt. En vervolgens een WSOP die tot nu toe, ja, laten we eerlijk zeggen, gewoon belabberd verloopt. Toch correct? Ja, ja, ik denk dat er weinig aan gelogen is. Dat is een mooie omschrijving. Ja. Vraag over het eerste, over Full Tilt. Wat zijn de persoonlijke consequenties voor jou geweest? In principe nog niks. Ja. Toen ik hier kwam, liep ik natuurlijk vooral met ideeën rond van... Oké, er is wat gebeurd bij Full Tilt. Amerikaanse spelers zijn niet betaald. Ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Mm-hmm. Je krijgt per mail ook weinig informatie van hen. Dat vond ik in feite een beetje matig. Hè? Ja. Ik bedoel, als je vertegenwoordigt, dan is het wel prettig als je een beetje op de hoogte gehouden wordt. Dus ik heb toen maar besloten om eerst eens een tijdje geen sticker op te doen. Ik had toen een paar keer een mailtje gestuurd, zo met van... ik vind het wel prettig als ik wat meer weet. Ja, niet alleen prettig. Je wordt als gesponsorspel ook zelf besproken natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ik heb weinig zin om een beetje als een schaap voor Full Tilt rond te lopen als ik niet weet wat er aan de hand is. En die mail werd niet beantwoord, dus ik denk van, dan plak ik geen sticker op. Dan misschien komen ze dan. Dat duurde precies een dag en toen kwamen ze al. Ja, klopt. Heb ik gelezen op je blog. Ja, of ik even wel praten. Toen wou ze wel praten. En dus een aantal dagen later hebben we gepraat met hun. Ja, er kwam vooral naar voren dat ze niet veel konden zeggen. Ook dat hun dat werd aangeraden door advocaten. En ik kreeg wel het idee dat ze er druk mee bezig waren. Hoewel natuurlijk wel het gevoel blijft van, waarom kunnen die Amerikaanse spelers niet betaald worden? Mm-hmm. Uiteindelijk kwam ik dan tot de conclusie dat er misschien wel meer positieve effecten zou hebben dan negatieve effecten om hem wel te dragen. Mm-hmm. Ja. Als iedereen ziet dat de spelers er nog steeds achter staan, dan misschien zou dat toch nog een positievere werking hebben dan wanneer je het niet doet. Dus heb ik die sticker maar weer opgeplakt. Maar ik weet voor de rest ook vrij weinig. En, Want wat is de situatie nu? Zeg voor de mensen die een account hebben. Wat kunnen ze verwachten voor de toekomst? Of weet je daar zelf helemaal niks van? Ik weet daar echt helemaal niks van. En dat is ook vrij logisch. Waarom zouden ze mij dat vertellen? Dus ik lees meer op Nederpoker. Nederpoker was een paar keer de eerste met nieuws. En dan lees ik hoe het ervoor staat en het is voorlopig erg onduidelijk. Er is nog niks beslist, voor zover ik weet. Wat verwijt je Full Tilt? Je kunt mensen moeilijk iets verwijten als je niet precies weet wat er aan de hand is, vind ik. Dat is het moeilijke. En ik heb toen ook al... Het is voor mij heel simpel. Of het geld ligt bij de FBI. In dat geval zou ik als baas van Full Tilt zeggen van... het ligt niet aan ons. Mm-hmm. Want zij worden erop aangekeken. Of het geld ligt bij de banken waar ze niet bij kunnen komen, dan meld je dat ook. Ja. Maar dat doen zij dus niet. Dus dan ga je al gauw denken van misschien ligt het dan. Ja, ik gis ook maar en ik weet het niet. Ik weet niet meer dan jullie. Nee. We hebben inderdaad een beetje nagezocht vandaag nog hoe het, wat we dan kunnen vinden, wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ja. Maar goed, ook voor ons is het, je moet afgaan van wat je leest in de media. En dat is natuurlijk, ik weet zelf hoe het is als je een gesponsorde speler bent bij een site waar problemen zijn. Ja. Dat is heel vervelend, want heel veel spelers die komen jou aanspreken ook van hoe het gaat. Jij bent eigenlijk feitelijk de contactpersoon naar de spelers toe, terwijl jij zelf of geen kennis hebt of er totaal niks aan kan doen. Nee, precies. Sinds een week heb ik plak ik die sticker ook niet meer op, omdat me het gewoon irriteert. Ik bedoel, ik heb verschillende toernooien gehad en dan zit je naast iemand en dan ben je bezig met je toernooi aan het spelen. En dan komt zo'n gast van, ik snap echt niet dat je die sticker nog op hebt. En die begint dan een hele discussie en daar heb je helemaal geen zin in natuurlijk. Ja. I want my money, Rob. Where's my money? I have like 30k on Full Tilt.